Wij zijn op schoolverlaterskamp met de kinderen van groep 8 van Kindcentrum Altijd Rijden. En het zijn dit jaar 3 kinderen. Ja, eigenlijk wel apart, want bijna niemand gaat met z'n drieën op kamp. Ja. Ja. Maar het is wel heel gezellig met z'n drieën. Ja. Wij zijn hier bij onze collega juffrouw Marjan en dat is ontstaan in 2020, het coronajaar. Voorheen gingen we altijd naar een kampeerboerderij en dat kon in 2020 niet. En wat wel werd toegestaan was kamperen in tenten. En toen zei Marjan van, nou weet je wat, ik heb een grote tuin, ik heb een mooi zwembad, waarom komen jullie niet bij ons? Kinderen zijn eigenlijk altijd heel netjes hier, gedragen zich keurig, geen rommel, geen brutaliteit. Echt, het gaat ieder jaar heel goed. Daarom zijn ze ook hartstikke welkom. Dan doe ik ook weer cheese. Ja, we zijn net naar de Peel geweest, zijn we gaan wandelen, ook gaan zwemmen zijn we net. En we hebben nog een escape room gedaan. Nou, we zijn op tijd, net binnen het uur eruit gekomen, 9 minuten hadden we nog over. Vanavond gaan we nog barbecuen, spelletjesavond rondom de haard. Dus nog allerlei plannetjes. En niet slapen. Nee, want hier staan 2 tentjes. Jullie gaan overnachten hier. Ja, klopt. En ja, Fabio gaat ons bang maken, dat heeft hij gezegd. Maar ja, wij weten dus nog niet wat hij gaat doen. Nee, we gaan vooral. Wij slapen met z'n tweeën in de tent. Fabio staat alleen. Hier slaap ik en hier slaap ik. En dan liggen we hier waarschijnlijk spelletjes neer of iets lekkers of zo. En lekker kletsen. Ja. En hier gaan we vooral niet slapen. Ja. Ze zijn bij mij begonnen, 8 jaar geleden. Ik ken ze eigenlijk heel goed. Ik heb ze helemaal op zien groeien. En dat is het mooie ervan. Ze starten hun basisschool bij juffrouw Marjan in groep 1-2. En ze sluiten hier hun basisschoolcarrière weer af. En dan moeten we ze loslaten. Ja. En dat doet een beetje pijn? Dat doet wel een beetje pijn. Op het afscheid op school moeten we meestal wel een traantje wegpinken, ja. Ja. Niet doorvertellen, ik ga hun bang maken met dit speeltje. En dan ga ik 's nachts in de tent bij hen, ga ik dit doen. Ja. En dan hoop ik dat ze heel erg schrikken.